Eenzame Hartbureau was niet mogelijk zonder deze partners. VNZ zorgt voor het verschil. Soriabel, natuurlijk efficiënt. Goedenavond, welkom in het Eenzame Hartbureau. Met mijn volgende gast heb ik nog op school gezeten, het Koninklijk Atheneum Gent-Voskeslaan. Ik heb hem toen leren kennen als een vrolijke, huidige, ondernemende man. Intussen is hij uitgegroeid tot een groot filmregisseur en hij is nu bezig met een project dat het leven van mensen misschien gelukkiger kan maken. Ik bewonder hem. Hij weet dat niet, maar nu zeg ik het hem. Welkom, Niek Balthazar, in de uitzending. Waarvoor dank, Erwin. Ja, wie had dat ooit geweten? Wie had dat ooit gedacht? Ja, inderdaad. Voilà. Niek, ik ga jou 6 diepgaande levensvragen stellen. Levensvragen die ik aan iedereen, aan elke gast stel. Oké? Okay. De eerste vraag is... Er is een hele drukke briefwisseling geweest tussen Albert Einstein en Sigmund Freud. Je kan de ene een simpelaar vinden, maar de andere was het zeker niet. Dus goed. En de beide heren waren het erover eens in die briefwisseling dat de mens zich met verkeerde maatstaven meet. Dat ze enkel bezig zijn met geld en met prestige. En als je dan weet dat... dat in Vlaanderen, dat wij in het Europa der regio's, Vlaanderen op nummer 1 staat qua aantal zelfmoorden, zijn wij inderdaad niet fout bezig. Dat denk ik inderdaad wel. Ja. Als je die cijfers bekijkt, niet enkel van de zelfmoorden, maar zo de cijfers van geestelijk gezond Vlaanderen of geestelijk niet zo gezond Vlaanderen blijkbaar, dan geeft 1 op de 3 aan zich slecht in zijn vel te voelen. 1 op de 3. 1,25 miljoen mensen zitten in ons land aan de pillen bijvoorbeeld. Ja. Dat is een verdomd grote... triestige stad, hè. Dat is Antwerpen en Gent samen. En dat je je in Antwerpen niet zo goed voelt, dat snappen we misschien nog wel. Maar in Gent, man. Maar in Gent, inderdaad. Toch? Wij Gentenaars, ja. En het is iets wat mij ook echt zo fascineert. We leven ook letterlijk in een van de rijkste regio's van de wereld. Absoluut. We leven niet in de Gazastrook, niet in Oekraïne. En toch hebben zoveel mensen het zo moeilijk. En waar komt dat dan vandaan? En dat is voor mij ook echt iets geweest waar ik mij, denk de laatste 7 jaar, ben mee gaan bezighouden. Zo van, ten eerste, wat doen we onszelf aan? Want blijkbaar doen we het onszelf aan. Het is niet echt de omstandigheden of zo die zo slecht zijn. Want die zijn voor veel mensen moeilijk. Hè? En iedereen heeft problemen en er is crisis enzovoort. Goed. Maar toch... We hebben allemaal ongeveer een dak boven ons hoofd. Precies. We kunnen ons al dagen voeden. De meeste mensen dan toch. En toch voelen we ons niet zo goed. Precies. En waar komt dat dan vandaan? En daar zal Freud dan meer over kunnen vertellen dan ik. Maar wat mij zo fascineert is dat stemmen in ons hoofd. Hè? Iedereen heeft het. Hè? De Duitsers noemen dat der innere Schweinhund. Oula. De innerlijke zwijnenhond. Die zegt dat het niet goed is, dat het niet goed genoeg is, dat het wel beter zou kunnen enzovoort. En we nemen die allemaal mee op ons levenspad sinds dat de neem tot nu. En die is bij de ene mens al wat sterker dan de andere. En op het een moment al sterker dan op het andere. Maar om dan toch op je vraag te proberen antwoorden, heeft dat inderdaad te maken met geld en prestige? En is dat inderdaad het enige wat ons bezighoudt? Ik denk dan niet meteen, maar ik denk dat we in een maatschappij zijn terechtgekomen, al sinds een tijd van Einstein en Freud, die ons dat eigenlijk een beetje heeft opgelegd. Kijk naar wat we... Verklaar eens naar. Wat we in het algemeen zien, elke firma, elk bedrijf moet elk jaar 3-4% groeien. Onze economie moet 3-4% groeien, of het is niet goed. Dus er wordt ook bij ons een algehele ontevredenheid erin gebracht. Als je geld verdient,
dan moet je meer geld verdienen. Als je een auto hebt, dan moet je dan aan een grotere auto hebben. En we moeten groeien op dat levenspad. Terwijl, kijk naar de natuur, waar we eigenlijk toe behoren. Er is geen enkele boom die denkt, ja, ik moet hier blijven groeien tot in de hemel. Er is geen enkele hond of leeuw die denkt, ik moet hier nu nog groter worden. We groeien tot wasdom. En waar we dan zijn, ja, leven we ons leven in liefst een soort evenwicht met de rest van de natuur. Misschien de link leggen ook met de provincies. West-Vlaanderen is de rijkste provincie, maar waar het ook het meeste aantal zelfmoorden zijn. Dus ja. Denk je die link dan te zien? Ja, het heeft met twee dingen te maken. Ten eerste, dat is de rijkste provincie. En dat is de provincie, je moet blijven gaan en werken. En dat nog een beetje houdt, toch houdt nog een beetje. Niet te veel trunten en zo. Dat kan er zeker een deel van zijn. Dat daar nog meer zo die entrepreneursgedachte erin is. Maar ten tweede, natuurlijk ook. Ik weet, ik was in West-Vlaanderen en was een leraar en hij zei, kijk door deze klas, dat zijn de meest geprivilegeerde, witte, rijke kinderen in Isegem van heel Vlaanderen. En je gaat daar niets aan zien, hè, zegt hij. Die komt binnen en hup. Mocht je hier de mentale pijn horen, dat zou oorverdovend zijn. En het probleem is natuurlijk ook, die houden als het ware allemaal die een bal van hun onzekerheid, van angst en van dat gevoel van ben ik goed genoeg onder water, waar dat iedereen dodelijk vermoeid van blijft. En niemand brengt dat boven water. Als je gewoon kijkt om nu ja, over je zelfmoordstatistieken, die ik niet allemaal bij de hand heb, maar ik weet dat bijvoorbeeld in Nederland is dat de helft, hè? Het is heel veel minder. Mm-hmm. En Nederlanders, denk ik, hebben wel een soort praatcultuur. Praatcultuur die jij, eenzame hartenbureau, ik zal eens eventjes het compliment teruggeven, zoveel jaren geleden hier, als eerste in Vlaanderen hebt bovengebracht. En daar is veel mee gelachen, daar is onoverlijk en het eenzame hartenbureau. En vandaag nog altijd, als mensen zich uiten en ze hebben het over hun gevoelens. Oh, wat gaan we doen? Is het eenzame hartenbureau of wat? Ja. En precies net dat was zo ontzettend belangrijk om te doen, daarover praten. Dus, voilà, je hebt, bedankt voor het compliment, je hebt een lied gekozen. En ik denk dat dat jouw camera is. Je mag het aankondigen. Je bent ook een beetje presentator. Het is Louis Armstrong die nog eens zingt What a Wonderful World. Om nog eens te tonen dat er inderdaad andere dingen zijn dan enkel geld en onze BMW voor de deur. Ik vind het een fenomenaal lied en ik ken het uit de film 12 Monkeys, die je absoluut moet kijken. En daarin zit Bruce Willis in een auto en de wereld is eigenlijk een beetje naar de vanen gegaan en hij kijk nog één keer terug naar hoe fantastisch deze wereld is. En je hoort Louis Armstrong die zegt, ja, of zingt over alle simpelste dingen die ons zeer gelukkig kunnen maken. En ja, begin gewoon mee te zingen. Iedereen kent het. Je bent bijna beter dan ik. Dus je bent dat goed gedaan. Welkom terug in het eenzame hartjebureau. En mijn gast is Niek Balthazar. Kijk eens daar. Jeugdvriend. Zij weet dat ik u een vraag ga stellen over lust. Ja. Dus dat, vandaar dat zij direct bijsprong. Je hebt iets bij voor ons, hè? Ja, ik ga jullie een glas champagne uitschenken. Ja, dat zal nodig zijn voor de... Ik denk het ook. Het is een blanc de blanc. 15 maanden gerijpt. Het is een monocépage. Wat betekent dat allemaal? 100% chardonnay-druif. Die ken je dan allemaal niet? Mono, cépage, 1 druif. Ach, kijk. Zo. Ja. Ik ga beginnen met de gast. Dankjewel. Mijn cultuur. Ik heb dat vanaf nu geweest. Tijdens het monocépage. Wij zijn maar gewone mensen. Spreek voor jou. Goed zo. Zeg. Santé, Niek. Merci. Altijd. Oké.
Excuseer me, wow. Kijkers, maar... Dat is... Echt? Ja. Uit Vlaanderen dus, schijnbaar. Dit televisiemoment duurde veel te lang, maar het is zeer lekker. Amai. Dat is het enige positieve... Thuis nemen jullie zelf ook een. Snap je gelijk wat je in huis hebt. Ja. Nick, ik ga jou... Ja, drink maar, want ik zal ondertussen de vraag stellen. In welke mate heeft, dat ik jou recht in de ogen kijken, lust jouw leven beïnvloed? Heeft dat een constructieve invloed gehad? Of heb je af en toe op de trappers moeten gaan staan? Of de trappers van de lust, dat weet ik nu niet. Maar ja, definieer lust. Hè. Als we, seks. Als we... Ah, seks is het eigenlijk. Ja. Ah. Ja, ja. Dat heeft wel een grote interesse bij mij altijd... Ik kan me daar niet inbeelden. moet ik zeggen. Ja. Ik ken hem dus al een tijdje, dat we het opleggen. Ja, zie het gezicht van deze man. Je kunt erop inzoomen. Ja. Want ik ging het zo lust voor het leven maken. En dat is heel erg belangrijk. Maar hoe belangrijk is seks? Ja, evolutionair is het... Is de niet ik ga antwoorden. Nee, ik ga echt antwoorden. Is de theorie van, oké, al de rest wat we doen, proberen in het leven iets te betekenen enzovoort, is eigenlijk enkel om de partner te kunnen vinden die met jou wil paren en waardoor, voilà. Dus in zoverre zou ik kunnen zeggen dat eigenlijk we alles doen voor seks. En zo ver van de waarheid zal dat misschien ook wel niet zijn. Waarom zijn er mensen die de Tour de France rijden? Waarom zijn er mensen die grote bedrijven oprichten? Waarom zijn er mensen die films gaan maken? Het zou inderdaad zomaar kunnen zijn dat we dat allemaal doen om aan seks te geraken. En dan moet het ook wel de moeite waard zijn. Maar? Nee, ja. Weet je, over seks praten is een beetje zoals... In Vlaanderen dan toch? Nee, we kunnen daar... Heeft het ooit een destructieve... bedoel, als je... Want ik geloof niet aan mijn grote vriend... En mijn vader Sigmund Freud ook niet. Die zei, monogame relaties, dat is onmogelijk. Hè? Hoe ga je dat dan gaan uitleggen? aan jouw Ruchtig, fantastische jawel. Laten we niet simpel doen. Wel, nee, maar de tijden van dat nemen liggen al achter ons. Hè. Het grappige was, wat ik mij daar... aan herinneren is, we hebben allebei bijvoorbeeld het schoolfeest georganiseerd. Inderdaad. Als je dat deed, dan stond je ergens in een aandacht, in letterlijk schijnwerpers. Ja. En dat hielp om alles Maar je was raken. Toen nog een veel knappere. En je was ook heel jong. Ja. Je was een blonde Adonis. Om terug naar die seks te gaan, hoe ging dat dan? Ik ga eerlijk toegeven dat ik op dat moment niet de meest monogame jongen was. Maar dat was ook niet nodig. En het grappige is, ik ben een leeuw en ik ken daar heel erg weinig over. Ja. Maar iemand zei, leeuwen dat zijn ongelooflijk trouwe mensen. En ongelooflijk... Het totaal tegenovergestelde. Dat zijn flirters, dat zijn in het slechtste geval rondpoepers enzovoort. Maar ook ongelooflijk trouw. Rondpoepers, in Limburg begrijpen ze dat. Ja, dat begrijpen die wel. en ik ken dat wel bij mezelf, dat ik tegelijkertijd ongelooflijk trouw ben. In de vriendschap bijvoorbeeld zijn mijn beste vrienden nog altijd die van het ateneum. Je kent er zelfs een paar van. En in de liefde ben ik ook ongelooflijk trouw en tegelijkertijd ongelooflijk geïnteresseerd in mijn geval dan vrouwen.
Dat bestaat. Moet je? Ja, je bent aan de verkeerde kant. Maar goed, oké, okay, ja, dat is een logische fout. En die twee zijn tot maar hier toe. Maar niet moet je dan soms op de ruimte staan? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, en dan, dan moet je gaan tot dat moment dat je zegt van... Allee, dit was toch echt wel plezierig geweest. En dat gaan we dus nu niet doen voor de rest. Ai. En op die manier... Ja. 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 Ah ja, en zo vorm je... Ja, ik heb ook een vrouw, een fantastische vrouw, voor wie het is net Blanca, hetzelfde trouwens, een fantastische fotograaf, belangrijk is, dat is van elkaar adem te geven en ruimte en tegelijkertijd dat respect en die een soort belofte dat liefde dan dat in de homoseksuele relaties zie ik dat, dat de meeste relaties binnen tussen twee mannen of tussen twee vrouwen overleven als er dus een vrijheid is dat ze wel eens met een andere partner kunnen seks hebben. Is dat in hetero relaties ook zo? Waar er kinderen dan zijn en zo? Ja, nee, hè. Dat is dan niet zo. Maar je zult liefde en ik als wij op een opening van het filmfestival toekomen of zo. We staan ook al niet meer in datzelfde kringske rond te praten, bijvoorbeeld. En iedereen gaat zijn gang en we vinden elkaar terug in dat bed. En daar is het wel de bedoeling dat je in dat bed samen blijft belanden. En wat gebeurt er dan in dat bed? Maar nee, maar in al de rest mag... in dat bed. Kijk. Ja, maar ja, aan een homo dat uitleggen, dat is zo moeilijk, man. Maar het probeert toch maar dat al, zo van die natuurlijke dingen. Ja. Je hebt alweer een lied gekozen. Je mag het nu iets korter aankomen. Ja, dat was toch al lang de vorige keer. Ja. Doe maar. Ja, bondigheid is niet mijn kracht. Maar kijk, het is een ode aan Lou de Prijk, waarvan niet iedereen wist dat hij de echte zanger was van Sa Plan Pour Moi. En ja... Lust, dat gaat voor mij eigenlijk ook over dat soort energie dat je hoort in dit lied. Dat zo ontploft als een met een atoombom van een soort dierlijke vreugde. De studio verlekkert. Het eenzame hartbureau was niet mogelijk zonder deze partners. Woest Winery. Passie, proef je. Delru Rent. Verhuur, auto's, bestel en vrachtwagens. Welkom terug in het eenzame hartbureau met als hoofdgast Nick Balthazar. Die bewonder. Ja, als enige gast uiteraard. Ja. Ik heb je al gezegd, ik ben Kathleen Kools niet. Hè. Ja, Nick, elk mens kent natuurlijk in zijn leven, denk ik toch, angsten. Hè. Je hebt de directe angst natuurlijk, angst voor spinnen, angst voor een auto-ongeval, maar ook de existentiële angst die jouw keel dichtnijpt. Hè. Hoe heb je dat leren beteugelen in jouw leven? Hoe heb je dat positief weten te draaien? Ja. En dat kan ook, wat jij zegt, hoe dat jij dat gedaan hebt, kan ook interessant zijn voor de kijkers nu om jouw methode te hanteren. Het is eigenlijk aan mijn laatste film Everybody Happy ook wat over ging en over datzelfde waar we het eerder al over hadden van hoe kan het dat we in dit land waar we zoveel hebben en waar het eigenlijk nog zo rustig is enzovoort, dat meer dan, ik geloof, 27% van de mensen aangeeft angst te hebben. Angststoornissen is bijvoorbeeld, ik heb dat meegemaakt met een cameraman waar ik mee werkte, dat is het vreselijkste wat er is, omdat je natuurlijk, je bent angstig zonder dat er een externe oorzaak is, zonder dat een stapeltandtijger ergens in je nek kan vallen. Dus maar geen dat gaat directe fysieke weg. Bedreigingen. Precies. En zo, dus wij doen onszelf de duivel aan. En dat is zo een vreselijk moeilijk ding dan te beteugelen, want dan moet je van jezelf afgeraken. En dat is lastig. En ik heb mij daar echt lang zo wat mee bezig gehouden. Met bijvoorbeeld,
Meditatie hè, is nou waarschijnlijk een goede manier om ten eerste al te beseffen wat voel ik op dit moment. Als ik een soort angst in mezelf hier voel, stel dat vast en praat daarmee of ga dat aan. Dat is waar. Hoe mediteer mensen eigenlijk dan? Ja, dat is eigenlijk... Hè, mensen hebben zoiets van, oh, meditatie, dat moet heel erg moeilijk zijn. Interessant. En dat is ook... In het begin natuurlijk niet zo makkelijk, omdat we hebben, heeft men uitgerekend, 50.000 tot 70.000 gedachten die door onze kop racen per dag. Ja. En 70% daarvan... Of meer, denk ik. En 70% daarvan zijn eerder negatief van aard. Ja. Negatief tegenover onszelf. Is dat zo? En gewoon al maar dat vaststellen, en dat is eigenlijk wat je doet bij meditatie, dat is met behulp van gewoon adem, van je lichaam voelen, dat je voelt van, er zijn ook nog wel gedachten die door mij heen gaan. Zit je dan in een speciale ruimte? Ik zit gewoon op mijn stoel en je doet je ogen dicht. Ja. En wat mensen dan zeggen is, kan dat niet denken. Maar we kunnen dat eigenlijk door bijvoorbeeld al vast te stellen van, hier heb ik een gedachte. Kan die laten overwaaien als een wolk. Je moet dat het een beetje voorstellen. Niet zo goed, ja. Je moet je voorstellen, heel veel mensen leven in een moeilijk leven misschien. Stormachtige zee. En je denkt, krijg je die zee niet plat. Mm-hmm. Dat hoeft ook niet. Je moet meditatie je voorstellen als je zoekt een plaats onder het zeeoppervlak en daar is het altijd stil. Ach zo. Snap je? Ja. En daarna kom je weer boven en die golven zijn daarom niet weg of zo. Maar je hebt een moment van vrede, van rust gevonden. Is het dan geen haai in die zee? Dat is, allee, ja, dat, maar, het is maar die zijn, vraag, nee, 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 ja. Maar die zijn wij zelf, hè, die een haai. En dan kunnen we zeggen, die haai die ik nu laat op mezelf afkomen, bijvoorbeeld angst. Wat is dat? Ja. Hoe kan ik daarmee omgaan? Gaat hij mij opeten? Nee, want ik heb hem zelf gemaakt. Hè. Als we het hebben over angst, dat is ook net wat mensen zo mee struggelen. Je kunt negativiteit niet met positiviteit bevechten of je bent tegen jezelf aan het vechten. Kun je zeggen, ik ben niet bang. Waarom sprak ik over die haai? Is dat ik heb zelf in mijn leven gemerkt, als je te diep gaat, en te diep graaft, het probeert te ontleden, haai dan toch wel komt. Nee, ik snap het. Maar dat is iets totaal anders. Begrijp je? Dan ga je in therapie of weet ik veel wat, ook belangrijk. Dat heb ik ook gedaan trouwens. We gaan terug in je leven. Snel genoeg in therapie. Absoluut, dat is zoiets. Mensen gaan naar de kapper, sommigen, en letten op hun kleren. Geef daar heel veel geld aan uit. Maar als je begot zou zeggen, ik ben naar een therapeut geweest, dan is dat al zot. Dus dat is ook zeker iets wat ik ook vind, dat we het taboe moeten van afhalen. Maar meditatie is iets anders. Dat is net ook niet mindfulness, het is een beetje mindlessness. Dus die geest even gewoon die rust gunnen. Waardoor als je terug boven komt, die golven zijn dan nog, maar dan kun je kiezen, op golven kunnen surfen of je kunt er tegen gaan. En als je die rust even hebt gehad, dat is een groot verschil. Als je kijkt naar heel veel jongeren bijvoorbeeld, die voor 47% zeggen aan psychologische problemen, dat ze met psychologische problemen te kampen hebben. Die krijgen nooit meer rust. Zeker ook met dat instrument van de duivel in hun achterzak dat nooit meer zwijgt. Enkel voor hen, en die experimenten zijn gedaan, 's ochtends het begin van de les, 5 minuten, iedereen laten zijn ogen dicht doen en tot zichzelf komen, verbinding maken. En 's namiddags nog eens, dat is onwaarschijnlijk wat het verschil is in sfeer dat in die klas de manier waarop men weer open is voor zichzelf en voor elkaar, waarop dat je verbinding kunt nemen. En dat is zoiets, we hebben daar vaak schrik van, maar dat hoeft niet. We zouden dat eens moeten omarmen. Ik wens mijn kijkers veel rust toe. Je hebt een
een liedje terug uitgezocht. Ah ja, ja, dat is nu wel... Kort. Ik wist niet dat ik... Je moet programma was. Ook iets doen van... Ja, inderdaad. Nee, maar veel plezier. Ja. En ik dacht, ja, over angst gesproken en mensen die daar zoveel last van hebben gehad, ook soms de meest succesvolle van allemaal, geven toe dat ze daarmee worstelen. En bijvoorbeeld, ja, Stromae, wat een genie, heeft daar een geniaal liedje à la rondance bijvoorbeeld over geschreven. Precies. En het fantastische is, als je luistert naar die tekst, dat gaat over al zijn demonen. En tegelijkertijd is het à la rondance. Welkom terug in het eenzame hartjebureau met als gast Nick Balthazar. Nick, in de Bijbel staat, hebt u naast een lief als uzelf. Nu, ik heb eens eventjes gegoogeld en blijkbaar bestaat die uitdrukking al veel langer dan dat in de Bijbel terechtgekomen is. Is het überhaupt mogelijk om iemand anders even graag te zien als uzelf? Tuurlijk wel. Ik heb de Bijbel niet zo gelezen. Ik ken de uitspraak wel. Ik denk dat heel veel mensen het vooral vandaag moeilijk hebben met zichzelf graag te zien. En als je het moeilijk hebt om jezelf graag te zien, dat het moeilijker zal zijn om anderen lief te hebben. Maar dat is de vraag niet. Is het mogelijk menselijk met onze constitutie, met ons zijn, ons totale zijn, la condition humaine, om een ander even graag te zien als jezelf? Want een mens heeft sowieso een reflect van zelfbehoud. Ik bedoel, iedereen die kinderen heeft, en ik wil nu niemand aan de kant schrijven die dat niet heeft. Maar dan weet je dat je kind liefst ziet. Als iemand met een pistool zou zeggen, voilà, één van de twee kan overblijven, dan zeg je sowieso als vader of als moeder, voilà, hier, bam. Dus dan zie je sowieso al iemand liever dan jezelf. Maar dat is nu omdat je de vraag zo stelt. Ja, ik moet nu wel zeggen, ik denk nu plotseling niet dat die flits is door mijn hoofd. Mocht er een of andere deus ex machina mij komen voor de keuze stellen, uw neefje moet sterven, de zoon van mijn broer, of een van de neefjes, of jij, ik denk toch dat ik zou overwegen om te zeggen van, ja, kom, neefje, laat mij toffe. Maar, weet ah, ja. wel, ah, ja. ja, want ik heb het toch al een beetje gehad, hè? Ja, ja, alleen maar, niet laat, gehad, ik laat de kijkers niet kiezen, hè? Schitterend. Kijk, ik ben al astma wel. Maar dat is een leuk. Maar ik denk toch dat ik Nathan of Elias zou laten. Natuurlijk. De kijkers ook. Vreemd, hè? Nee, dat is niet vreemd. Ja, opmerkelijk. Denk opmerkelijk. Ik. En dat is zo wat ons zo mooi menselijk maakt. En dus heb u naast een lief zoals u zelf. Ja. Dat is inderdaad eigenlijk een interessante om over na te denken. Waarom staat dat zo in de Bijbel? Want dan lijkt het wel, we hebben eigenlijk vooral onszelf zo lief. Wat natuurlijk voor een stuk wel zo is. We zitten in een totale ego-cultuur. Ja. Waar mensen ook zeggen van, zorg voor uzelf, zorg voor uw eigen bankrekening, zorg voor uw eigen auto. Beetje zoals je begon met die vraag, wat vinden wij het belangrijkste? Eigenlijk onze eigen comfort en onze eigen bankrekening, dan wel het welzijn van de wereld. En dan is iedereen geneigd om te zeggen, natuurlijk zal iedereen kiezen voor zichzelf. Ik denk dat eigenlijk niet. Ik denk dat eigenlijk diep in ons allemaal vooral de wil tot verbinding zit met elkaar. Wij zijn je noemt dit het eenzame hartenbureau. We zijn een beetje eenzame harten geworden vandaag. Hè. Eenzaamheid is een van de grootste plagen van de 21ste en 20ste eeuw. Omdat we natuurlijk, wij waren in zoveel honderdduizenden jaren op de savanne groepen van families en zo, maar een stuk of, ik weet niet, 20, 30, hè, die heel erg
aan elkaar hingen. Het overleven van jezelf hing vast aan het overleven van de groep en vice versa. En eigenlijk zijn we allemaal een beetje vandaag als eenzame paarden. Bijvoorbeeld, als je een eenzaam paard ziet staan ergens op een weide, dat is bijna... Dat is dierenmishandeling. Dat is een paard zonder kudde voelt zich altijd op zijn ongemak, voelt zich angstig, voelt zich slecht enzovoort. En dat is wat veel mensen vandaag meemaken. En daardoor wordt zelfs ook... Hè, want zo zijn we begonnen met de hoeveelheid zelfmoorden en weet ik veel. Mensen die zich zo slecht voelen, dat wordt dan heel de tijd individueel met hen behandeld, omdat iedereen natuurlijk zijn trauma's en zijn geschiedenis heeft. Maar ik denk dat we dat ook vooral veel meer collectief moeten gaan kijken. Eerst van, hoe kunnen we weer die groep sterk maken, onze veerkracht mentaal samen doen. Weet je wat ik nu denk over jou? Is dat... Dat ik een pastor ben. Nee, ja, dat zou niet de eerste zijn die dat zegt. Dat jij... Nee, daar wil ik jou niet van beschuldigen. Maar... dat je, ondanks de vaststelling van het realisme... toch altijd een mens bent vol hoop, hè? Ja, natuurlijk. Ik denk vandaag, en ik zal niet te veel over het klimaat en dus milieu beginnen. Misschien wel toch een beetje een pastoor. Ja, iedereen zegt wel, hier is de klimaatpastoor weer. Ja. Want dat is moeilijk. Enerzijds moet ik zeggen, we staan gigantisch slecht voor. Dat denk ik ook. Moet komen, en dat is heel ondankbaar en heel vervelend, zeggen... Rough times are ahead. We weten niet de helft van wat dat voor op ons afkomt. Ja. En anderzijds moet je inderdaad zeggen... Ook het goede nieuws is beter dan ooit tevoren. We kunnen dit overleven door te gaan ons ideaal. We hebben de meest ongelooflijke dingen die we hebben gedaan... waren in het licht van de meest afschuwelijke dingen. Als we bijvoorbeeld slavernij hebben afgeschaft... Hè, dat waren de meest gehate mensen ooit die daarvoor opkwamen. Dat heeft getoond dat we broeders konden zijn op gelijke voet. Als we vandaag sociale rechten hebben en pensioen enzovoort. Dat was ook allemaal onmogelijk. We moeten inderdaad terug durven idealisten zijn. En gaan voor de best mogelijke wereld. En voor levenskwaliteit die niet te maken heeft inderdaad met geld of winst en zo. Maar met verbinding. Verbinding met onszelf en verbinding met elkaar. En dan gaan we daar beter uitkomen. En inderdaad, ja, ik denk... Idealisme is vandaag het enige realisme. Want anders gaan we niet uitkomen. Anders gaan we allemaal... We gaan tegen de muur van een aarde die ons niet meer wil dragen als we ze blijven bevuilen en kapotmaken. We gaan tegen oorlogen en tegen geopolitieke tegenstellingen tussen gigantisch rijk en gigantisch arm en Noord en Zuid. Dat gaat ook breken. Dat zien we overal gebeuren. Dus... Het enige wat ons nu nog kan redden is zo snel mogelijk verbinding zoeken met iedereen die de sterke met de zwakke vooral en de behoeftigen met te veel, met degene die te veel hebben en zo. Voilà. Jij bent een mooie mens, je hebt een lied gekozen terug. Zeg maar. Wel, ja, kijk, ja. Dat was, het is eigenlijk ook een ode aan Edwin Isebaard die bij ons ooit op het Atheneum Gent Voskeslaan, vele maanden. Drie keer onderstrepen. Voskeslaan, Foxy's Forever. Die er ooit in geslaagd is om aan Christy bij ons in de sporthal te brengen. Ja. En het gaat over liefde. Ik had ook veel weerstand, maar de helft was voor, de helft was tegen. Ja, story of your life. Story of your life. En ook. Dus het gaat over liefde. En ik denk dat aan Christy de Roos nog altijd een van... de mooiste liefdesliederen in de Vlaamse... het was natuurlijk geen Vlaams lied. Het was ooit Bette Midler en Dan Hill en zo. Maar een van de mooiste liefdesliederen in ons taal. Ik zit al aan de drank. Okay. De Roos. Het eenzame hartbureau was niet mogelijk zonder deze partners. Soriabel, natuurlijk efficiënt. The Baby Cries, website marketing, branding, reclame. Welkom terug in het eenzame hartje. Nick Balthazar en ik zitten er vrij vrolijk bij, maar het gaat eindigen met een trieste... Die fles is bijna leeg. Ja. Maar dat gaat eindigen met een trieste vraag. Alhoewel, het gaat over de dood. We moeten allemaal sterven, jij en ik, iedereen. Iedereen die kijkt, we moeten er allemaal aan. Nu, Paula Semer,
vond dit een groot onrecht dat ze moest sterven. Ze vond dat niet oké. Heb je dat een plaats gegeven in je leven intussen? Ja, ja, enfin, ik heb die film gemaakt tot altijd rond euthanasie en de zelfgekozen dood van Mario Verstraeten. Hè. Ja, ja. Die terminaal MS had. Of, ik heb die zin, MS is al niet terminaal, maar hij zei, ik wil liever een vol leven, dat ik vol kan gaan meemaken en daar dan op mijn eigen termen en op mijn eigen tijd een schoon einde aan draaien. En sowieso durven wij niet met het leven. We durven niet met de dood bezig zijn en op die manier durven we niet met het leven bezig zijn. Het is pas op het moment dat je eigen dood en sterfelijkheid durft omarmen en daar wel over durft na te denken, zeer erg concreet bijvoorbeeld, hè, dat je kan beginnen leven. De boeddhisten zeggen, hè, je moet elke dag zeer concreet nadenken over hoe dat je gaat sterven, wanneer dat ongeveer zou kunnen zijn en zo. Nee, maar jawel. Ja? Want dan weet je, don't waste another day. Ja. Wij leven zomaar aan stoemelings en oh nee, we gaan er niet over klappen. Nee. Dat was Gens. Hè. Nee. Over doodgaan en daardoor, we don't even waste our death, we waste our life. En als je het omgekeerd doet en ik doe dat echt dagelijks. Hè. Is dat zo? Ja. Ben je op tafel aan Duit die zei van ik leef zoals elke dag mijn laatste is. Ja, wel, bijvoorbeeld, dat is bijna een onmogelijk leven. Nee, maar, maar dat is zo'n onwaarschijnlijk cliché. Maar als je dat doet, dan ben je in elk moment daar. Want het kan mijn laatste moment zijn en dan is dit een van de laatste gesprekken die ik heb. So we better make it count. Over de dood, bijvoorbeeld. Een van de trieste zaken is dat we dat proberen weg te steken en als mensen sterven dat we wat dat wel vreemd is, wat ik nog niet bedacht heb in die reeks, als mensen over de dood praten en ze sterven de komende dagen na deze opname, dat het inderdaad een laatste statement is over het sterven. Eigenlijk alles wat je zegt moet toch draagkracht hebben als je. Allee, snap je mee? Ja. En gewoon Paula Semer zou ook, mocht hij eeuwig moeten blijven leven. Ik bedoel, dat zou waarschijnlijk een grote hel zijn na een miljard jaren of zo. Ja. Dus wat ons leven zo de moeite waard maakt, is dat het feit dat het eindig is. En dat je die tijd hebt toegemeten en probeer het te gebruiken. En heel veel mensen leven letterlijk. En ik bedoel, zo worden we ook in slaap gewiegd. Hè? Alsof dat hier eeuwig gaat doorgaan. Maar voor mij, ik probeer echt te denken van, hoe kan ik bijvoorbeeld de tijd die nu nog rest, hè, omdat na een tijd wordt dat alsmaar minder, nog meer laten kwaliteit zijn voor mezelf. Misschien ook nog iets doen met die tijd dat zinnig is voor iemand anders of zo. En dat is dankzij het feit dat je jezelf durft te confronteren met eindigheid. Maak van het moment dat we ons eigen dood in handen nemen, nemen we ons eigen leven in handen. Nick Balthazar, mocht ik nu de studio uitlopen en ik val dood, heb ik mijn laatste uur niet te verspillen aan onzinnigheid. Ja. Bedankt voor het komen. Zoals Goed, tot de volgende keer. Ja.